Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen, opgenomen op vrijdag 3 mei. Er stroomt frisse lucht over ons land en dat betekent dat de maxima vandaag niet hoog uitpakken. Het wordt hoog uit een graad of 10. Verder zijn er wolkenvelden en is er af en toe zon. En in de loop van de dag ontstaan er ook een paar buien. Vanochtend is het zo'n 7 tot 8 graden, vanmiddag dus rond de 10 graden. Verder waait er een matige wind uit het noordwesten. Vanavond ook wolkenvelden en opklaringen. In het zuiden van het land kan er wat regen gaan vallen. Met name later vanavond en ook in de nacht. De temperatuur die daalt vannacht naar zo'n 0 tot 5 graden. Het koudst wordt het in het noorden. Morgen en ook overmorgen vallen er diverse buien. De temperatuur is middag tussen de 9 en 11 graden en er staat een matige tot krachtige noordwestenwind. Sommige buien kunnen gepaard gaan met hagel en ook onweer is niet uit te sluiten. Zoals gezegd, zondag 5 mei, bevrijdingsdag, is het ook wisselvallig weer met enkele buien en af en toe zon. En maximaal rond die 11 graden. En maandag en dinsdag verandert er nog weinig. Later in de week gaat de temperatuur geleidelijk aan iets omhoog. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens je nog een fijne dag.